Welkom allemaal bij het Juridisch Weekjournaal van dinsdag 1 februari 2022... in samenwerking met Café Weltsmerts en Viruswaarheid. Uh, ik heb drie korte huishoudelijke mededelingen voordat we met de inhoud beginnen. De eerste is, is dat er op donderdag 10 februari weer een nieuwe maatschappijuitzending juridisch zal worden opgenomen. En daarvoor kunnen de kijkers van dit programma van het Juridisch Weekjournaal hun kijkersvragen inzenden. Dat kan door een mailtje te sturen voor vrijdag 5 februari om 12 uur s middags aan het e-mailadres info.viruswaarheid.nl. En zet dan even in het onderwerpveld kijkersvraag MUJ. Uh, alvast bedankt. Uh, dan kunnen we dat meenemen in de voorbereiding van die uitzending. De tweede huishoudelijke mededeling is dat er op vrijdag 11 februari... in de buurt van Utrecht weer een cursus Grond- en Mensenrechten door mij zal worden gegeven. Uh, dat is van 13 tot 17 uur. Stuur dan even een mailtje aan mlgprivé.protonmail.com. Uh, ik zal jullie dan uh, een berichtje terugsturen met nadere informatie. En de derde huishoudelijke mededeling is, is dat er op woensdag 16 februari weer een algemene juridische avond zal zijn. Uh, die duurt van 7 tot half tien avonds op de locatie van uh, Café Weltsmerts, uh, Schiphol Rijk. Uh, ook daarvoor, kunnen jullie, uh, daarvoor kun je je aanmelden via het linkje op Luister Vrij bij mij. En ik zal dit allemaal straks nog even in de omschrijving bij deze, aan, uh, bij deze aflevering aanhechten. Oké, okay, dan gaan we nu naar de inhoud. Welkom, Jeroen. Ja, dank je, Ja. Ja. Nou, wij gaan het uh, vandaag hebben over uh, politieke vervolgingen in Nederland. Ja. En dan met name de, za de veroordelingen van Max en Eline van Onrecht TV. Ja. Ik ben namelijk uh, zelf heel erg door geschokt uh, door deze uh, veroordelingen. En uh, ik zie een paar parallellen. En uh, ik zal er weer een hele hoop over ons heen krijgen, maar ik wil toch even terug naar uh, 1933. Ja. Naar de rechtspraak uh, onder het Nationaal Socialisme. En daarmee uh, zeg ik niet dat het allemaal hetzelfde is, helemaal niet. Maar ik herken nee. een paar uh, punten. Nou, we die... kijken naar de overeenkomsten en naar de verschillen. Ja, maar vooral de, als je kijkt naar de overeenkomsten, zijn er een paar hele treffende punten die destijds speelden en die ik nu weer terugzie. Ja. Dus, uh, ja, volgens mij uh, is het ook de bedoeling dat wij blijven vergelijken om te voorkomen dat we, die nieuw, uh, dat we dezelfde fouten nog een keer maken. Ja. Dus ik wil eerst even, ik, wat ik ga doen, ik ga eerst even kijken hoe ging dat destijds, 1933. Ja. En uh, wat was de rol van de rechtspraak toen. En daarna ga ik naar de zaak en dan ga ik ook kijken naar wat, zijn, wat is er nou precies hier gebeurd met deze veroordeling van uh, Max en Eline. Precies, ja. We hebben dat natuurlijk al even voorbesproken, maar ik wist er eerst te weinig vanaf. Maar toen dacht ik wel, toen we dit net hadden besproken, van ik zie toch uh, wel ja. de nodige vergelijkingen. Ja, nou, het begon uh, allemaal uh, eind 1932, begin 1933. Uh, toen uh, nam Hitler, toen uh, was er sprake van een machtswisseling uh, mm -hmm. ten gunste van het Nationaal Socialisme. En de rechterlijke macht en ook de juristerij... die keek eerst nog een beetje argwanend... Eh, naar wat, wat deze rare meneer allemaal deed. Mm -hmm. en dat, eh, maar het grappige was... Eh, op 30 januari 1933 was de overname eigenlijk een feit. Hè. En eh, het duurde maar heel kort. En de rechterlijke macht die, uh, feliciteerde hem. Stuurde zijn ja. felicitaties en bood ook uh, de samenwerking aan. Ja. Jij ja, hebt daar ook brieven van gevonden, nee, ik, was, ik vond dat echt nee. schokkend. Ja. En, en uh, ja, daar komen ze meteen op. Ja. En, en ze vroegen Hitler ook om de onafhankelijkheid uh, te bewaren en de onafzetbaarheid. Dus dat je, je rechters waren toen ook uh, voor het leven benoemd. Mm -hmm. En heel veel rechters werden daarna en ook advocaten die werden lid van de Nationaal-Socialistische Partij, de NSDAP. Um, ook de advocatuur die was dus uh, niet immuun voor de redding die het Nationaal Socialisme zei te brengen. Mm -hmm. En uh, zij verwelkomde ook het keiharde optreden uh, tegen politieke tegenstanders en vermeende vijanden van het volk. En dan een paar weken na de benoeming, toen uh, werd de Rijksdag in brand gestoken. En het was hm. nog door een uh, Nederlander, Marinus van der Lubbe. Ja. En uh, Hitler greep dat aan. Die deed alsof het dus een nationale ramp was. En, uh, de... Dat zou een communistische aanval of zo zijn Precies. geweest, toch? Ja. 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 Dus hij ging Ik heb Duitsland. wel ergens wat uh, ja. <laughs> uh, ja. opgelet bij geschiedenis. Ja, ja. hij ging Duitsland uh, verdedigen <laughs> tegen communistische staatsgevaarlijke geweld gewelddadigheden. En hij kreeg daarvoor uh, de Rijksdag-brandverordening. Dat was mm. de eerste. Hè. De meeste mensen kennen de Machtigingenwet, maar yeah. uh, er was ook nog een Rijksdag-brandverordening. Dat is eigenlijk een soort van noodbevelachtig iets, moet ik het zo zien? Uh, nou, dat, dat, die, die wet maakte hele sterke inperkingen van de persoonlijke vrijheid geoorloofd. Het is eigenlijk een soort, uh, hoe heet het, de, de wet publieke gezondheid. Ja. <laughs> Waaronder het recht op vrijheid van meningsuiting, de persvrijheid, vrijheid van vereniging, samenkomst, brief- en post, telegraafgeheim en bevoegdheid om huiszoekingen te doen, in beslagnames te doen, eigendomsbeperkingen uit te voeren. Ja. Dus dat gaf een enorme macht. En daarna kwam ook nog de Machtigingenwet. En daarmee kreeg uh, Hitler de macht om te regeren zonder controle van ja, het uh, parlement. Eigenlijk ongebreidelde macht. Ja, eigenlijk ja. Wat, uh, het heeft veel gelijkenissen met uh, de huidige uh, situatie. Nou ja, Nu hobbelt uh, de Tweede Kamer ook maar overal achteraan. Ja, die, we hebben nu ook geen parlementaire controle. Nee. Dus wat dat betreft zijn er een hoop parallellen. Nogmaals, het is niet hetzelfde. Dat wil ik helemaal niet zeggen, maar een hele aantal van die gebeurtenissen toen die lijken toch heel erg veel op wat we nu mm -hmm. zien. En eh, het opvallende was dat deze, eh, voor juristen zijn dat waanzinnige eh, ingrijpende beperkingen, mm -hmm. als je die machtigingenwet ziet en ook die andere. Maar die werden allemaal door de rechtspraak Geaccepteerd. En, de, en ze vonden dat ook een geschikt middel ja. om de vermeende noodtoestand te bestrijden. En dat hebben we nu eigenlijk ook. Nou ja, bij mij was dat voor. Ik, ik bedoel, ik had al onmiddellijk in de smiezen dat ik dacht: er klopt iets niet. Althans, na twee dagen heb ik ongeveer de puzzel opgelost. Dus uh, dat was nou ja, twee dagen na de lockdown. Kijk, ik, ik, ja. uh, toen dacht ik al, wacht even, <laughs> dit hele ja. zaakje stinkt. En, uh, maar ik weet nog wel, inderdaad, toen ik die consultatieversie van de spoedwet las, en dat was, ik weet het nog heel goed, 8 juli 2020 kwam die uit. Ik ben me helemaal rot geschrokken. Ik ben natuurlijk ook tegen iedereen van de daken gaan schreeuwen, ook op de UvA. Ik zei, jongens, dit kan niet. Dit is levensgevaarlijk. Dit, wat hier allemaal in staat, dit is zo absurd. Ik zeg, ze kunnen je huis binnentreden zonder machtigingsbevel. Als crimineel ja. ben je nog beter ja, af. Er zijn veel mensen vergeten dat dat er ook allemaal dat in stond. Erin. Ja. Dat stond ja. erin. Dat hebben ze ja. weliswaar hebben ze wel hier en daar nog wat is... dingetjes gewijzigd. Maar verreweg het meeste van al die ellende staat erin. En wij hebben ook al die tijd gewaarschuwd. Dit is niet voor drie maanden. Dit ja. wordt keer op keer, op keer verlengd. We zitten inmiddels aan de vierde verlenging. Ja. Mind my words, we gaan zo naar de vijfde verlenging. Ja. Um, en dat gebeurde hier ook met deze machtigingswet. Ik keek to, eh, toen, toen het begon in maart, toen dacht ik van nou die rechters die gaan opstaan en de advocaat. Niemand gaat het accepteren. Maar, eh, ze, ze waren Heel, wel mensen grote... wilden die 81 kantjes niet eens lezen. Ik heb dat toen gezegd van voordat je nu nee, maar mij los, bekritiseert, los die, lees die tekst. Los van die noodwet. Ik heb het over die verordeningen ja. die daarvoor waren. Ja, die ja, ja, ja. waren net zo knettergek. Ja, eh, snap je. Maar uh, ook ja. toen uh, zagen de rechters dat prima, uh, mooie middelen om, uh, om een noodsituatie uh, te bestrijden die er volgens uh, hun was. Mm -hmm. uh, en dat ging veel rechtsgeleerd nog niet eens ver genoeg. Uh, ze vonden dat Hitler ook de mogelijkheid moest hebben om gewoon wetten aan te passen, in te trekken en te wijzigen, zonder het parlement. En uh, dus met, met die machtigingen... Uh, was dus het regime bevoegd om de hele rechtsstaat te ondermijnen en ja. willekeurig maatregelen met een toch die schijn van rechtsstatelijkheid en die schijn van legitimiteit. En ja. dat is ook een overeenkomst, wat ik met nu, nu ook zie. Hè? Die rechters die legitimeren ja. uh, zaken die uh, een paar jaar geleden, als je het gezegd had, uh, was je waarschijnlijk gewoon gelijk opgenomen geweest. Maar ja. het gaat niet goed met je. Maar het gebeurt allemaal ja. en ze vinden het allemaal prima. Ik, denk, ik vraag me dat wel eens af. Stel dat je nou terug de tijd in kon hè? in 2019. Je zou dan foto's laten zien van nu, van 2022. Mensen zouden je niet geloven. Nee, nee. Maar, maar goed, het is, het is nog niet voorbij. Dus, nee. euh, <laughs> euh, maar wat ook kenmerkend was toen, dat was... Euh, men, men stapte af van het liberalistische... Individualistische en materialistische strafrechten. Dat eigenlijk het individu uh, voor de gemeenschap stelt. En de bescherming van individuele rechten ja. staat eigenlijk bij ons voor, uh, vooraan. Hè. Dat staat voor. Klopt. Ja, dat, maar dat, volgens ons systeem staat dat uh, ja. in de praktijk niet meer. Nee. Maar dat is. Nee, en... we zijn. Kijk, en heel veel mensen zeggen dat wij. Uh, hè, dat we richting een soort nieuw communisme gaan. Maar dat klopt eigenlijk ook niet. Het, het is communitarisme. Dat is eigenlijk nog veel gevaarlijker. Ik raad mensen aan om dingen te lezen van uh, professor Etzioni. Uh, en dat betekent inderdaad... we offeren maar gewoon individuen op voor de ja. greater good. Ja. Voor het grotere plaatje, voor het grotere geheel. En dat was destijds dus ook. Ja. In plaats van uh, de... Uh, dus de staat moet beschermd worden. De gemeenschap ja. moet beschermd worden. En dat gaat boven individuele ja. rechten. En, dat en waag je... het niet om te zeggen dat je geen prik wil hebben. Waag het niet. Ja, da en dat voel je nu ook heel sterk opkomen. En het strafrecht... He, dat, dat moest dus de opbouw van die nationale gemeenschap eh, dienen. En het individu eh, zou dan. Een, dat maakt, gaat dan een onlosmakelijk deel van het geheel uitmaken. Dus jij bent eigenlijk niet meer zo belangrijk. Dus Precies. als jij eh, opgeofferd wordt, ja, dan is dat maar zo. Ja. Het belangrijkste is dat het. Eh, met ons allen goed gaat, maar dat is natuurlijk onzin. Het kan niet met ons allemaal goed gaan... als het met het individu niet goed gaat. Goed gaat. Nee. Eens. En de individuele vri burgerlijke vrijheden... die werden toen ook allemaal even op het offerblok gelegd. Dat moest allemaal maar even opzij voor de better... voor de uh, greater good. Mm. En, en het strafrecht kreeg daarin ook een hele andere rol. Want het moest dus de gemeenschap gaan beschermen tegen de ondermijning door volksvijanden. Mm. En de opgelegde straffen die hadden het vooral ten doel... om een uh, waarschuwing af te geven aan alle anderen. Van let op, haal het niet in je hoofd. Ja. Hè? En dus de, de, men ging draconische straffen opleggen. Uh, nou is het is een heel groot verschil... dat destijds de doodstraf opgelegd kon worden... en het aantal... Uh, Delicten waarvoor je de doodstraf kon krijgen... dat ging van drie delicten, geloof ik... in de Weimar Republiek... naar 43. Op een gegeven moment kon je bijna oh, voor wow. alles. Dus dat is een heel groot verschil. Dus wat ja. dat betreft wil ik niet zeggen dat we in hetzelfde zitten. Maar ook in dit tijdsgevricht... kunnen straffen draconisch zijn... als je ze vergelijkt met wat je normaal gesproken... Ja. had kunnen krijgen. En een ander uh, wat heel kenmerkend was toen... en wat we nu ook zien... dat gaan we zo meteen allemaal nog bespreken... Mm -hmm. is dat... De rechtspraak die trad keihard op tegen politieke tegenstanders. Ja. En dat zien we dus nu ook gebeuren. He, iedereen die het waagt om aan een demonstratie te gaan. Nou, als jij dan door uh, honden half opgevreten bent en in elkaar geknuppeld. Ja. dan beland je vervolgens nog bij een strafrechter. die je ook nog gewoon een straf geeft. Ja. He, dat hebben we meermaals gezien. En als je daar dan ook een publiciteit aangeeft... dan is het dan helemaal vervelend. Ja. Uh, de, de, ze, ze, ze zijn een uh, instrument geworden van de macht. Ja. ja, dissidenten worden niet toegestaan. Nou moet ik wel zeggen, ik was verbaasd... dat er nu een stukje stond in het NRC... een opinie van een oud-voorzitter van de politiebond... denk ik dat het was... Ja, ja ik, ik hoorde het. Ik heb nog niet gelezen. Ja. Dat was inderdaad uh, waarbij zij dus nooit gerechtvaardigd... Hè, om, uh, ja, elk geval, ik, moet zeggen, ik heb het ook nog niet goed genoeg kunnen lezen, maar ik zag wel daarin staan van... Uh, het gaat over als, als iemand gaat, op de grond ligt het, precies, en gehausteerd is, is het klaar. Is het klaar. Mag, ja. Er is, er, er is er geen enkele reden waarom je dan nog geweld mag toedienen. Precies, toedien. en dat is hè? ook logisch. Nou, ik vind het, het wordt ook tijd dat het een keer gewoon gezegd wordt. Ja. Hè? Want als je Grapperhaus hoort, die zegt, nee joh, prachtig onze politie, die doet niks verkeerd. En uh, complimenten jongens, ga ja. zo door. Maar wat gebeurde er toen? Toen um, uh, het fenomeen rechterbrief ontstond, hè? richterbrief. Ja. Dat is, men beschouwde het, Hitler was dat in dat geval, maar het hoogste gezag uh, was Hitler. Die beschouwde men als uh, opperrechter. Kijk, als je dat nou nu vergelijkt, dan zou je zeggen uh, de regering uh, of minister. Um, en de rechters moesten de wetten in de betekenis uh, interpreteren zoals hij dat wilde. En de rechterlijke macht werd um, gedegradeerd tot uh, ontvangers uh, van bevelen die ja. de wil uh, van de vuren moesten uitvoeren. En informeel bleven ze onafhankelijk. Uh, ja, dit zijn eigenlijk instructies en je kan dus niet meer spreken van de triaspolitica. Ik vraag me ook af wat die rechters dan in die tijd gedacht moeten hebben. En, nou, ja, ik vraag me af wat rechters nu denken, om eerlijk te zijn. He, ja, <laughs> ik wil ja we nu... hebben het eerder gehad ja. over artikel 12 van de wet op de rechtelijke organisatie. He, dat zij onafhankelijk moeten zijn. Maar... Ik... Ook in deze zaak, ja. zelfs de advocaat die, uh, die uh, Eline verdedigde, uh, die vertelde... hij had het gevoel dat het vondenslag al klaar was. Ja. En ze hebben de, op een gegeven moment was daar een heel uitgewerkt vondensal. Daar uh, trokken ze onder vandaan en dat ging hij voorlezen. Dus, ik, volgens en mij dat zit is erin, gek, hè? Want uh, er was toch, werd toch meteen een uitspraak gedaan? Of vergis ik me? Meteen, ja, ja. precies. En daarom denk ik dat we niet eens zo ver afzitten van de situatie van toen. Want we hebben ook al een tijd terug bewezen... dat er bijeenkomsten zijn tussen ja. recht... Uh, Rechters en het bestuur. Ja. Dus ja, ik zie een hoop parallellen. Nogmaals, ik wil niet het gelijkstellen, maar het is interessant om te zien uh, hoe dat werkt en dat mm -hmm. we dat nu, datzelfde mechanisme nu weer zien. Ja. Een andere wijziging die, in het, uh, strafrecht, die je in het strafrecht zag, is de opheffing van het analogieverbod. Uh, dat betekent: ja. je mag je, een, een, in strafrecht, hè, dus. Uh, je mag alleen maar een straf opleggen als daar een strafwettelijke bepaling ja, voor is. Ja, het he? legaliteitsbeginsel. Het nulla poena. Nulla poena. Beginsel. Ja. ja. Daar gingen ze van af, want je wilde een hele hoop gedragingen gaan bestraffen die eigenlijk niet strafbaar waren. Dus dan doe je bijvoorbeeld met bedreiging. Als iemand een verkeerde uiting deed, die helemaal niet bedreiging is. dan bracht je dat onder bedreiging en ja. dan veroordeelde ze je daarvoor. Of ja. Um, en de delictsomschrijvingen werden zo ruim geïnterpreteerd. Opgerekt allemaal zo opgerekt dat je alle mogelijke feiten uh, konden zo om, omvatten. Ja. Dus je kon iedereen gaan veroordelen. Je bedacht gewoon wat en je paste dat een beetje erin en ja. een beetje ruim interpreteren en dan kom je er wel. Allemaal eigenschappen die we ook in een zaak nu zien uh, met uh, Max en Elin. Ja. En ik ga een paar vragen hier beantwoorden en dat doe ik ook aan de hand. Uh, ik heb geen uh, opname ervan gezien. Ik ben er ook niet bij geweest. Ik heb wel gesproken met de uh, advocaat en uh, advocaten. Um, en ik heb uh, ook de Twitter-draadje uh, gezien. Want uh, daar is een. Uh, ja, Saskia Bellman, die ja, heeft ze... het, uh, een verslag ervan gedaan. Ja. En ik ga ervan uit dat ze dat redelijk accuraat uh, gedaan heeft. Uh, en aan de hand daarvan wil ik dat uh, dus bespreken. De politierechter waar we hier mee te maken hebben, dat is meester BW Mulders. En die is vanaf 1 april 2018 is hij uh, in, bij de rechtbank Den Haag uh, tot rechter mm -hmm. benoemd. Dus over hem hebben we het vandaag. Ja. Um, Wie is die andere dan? Sorry hoor. Die. Uh, die nee, heeft... nee, dat is uh, gewoon uit een, uh, dat is een publicatie. Dus dat is niet, uh, ah, okay. niet de zaak. Nee. Ja, ik heb dat uit een... Uh, Overzicht cup. gehaald. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Um, waar hebben we het nou over? Wat deden zij, Eline en Max? Het regent. Eline, uh, uh, dit gaat over een filmpje. Eline haalt heigend adem. Uh, heigend adem en zegt dat ze op een bijzondere plek staan. Bij sommige huizen brandt licht, bij anderen is het donker. En dan komt Max... Van Den B. in beeld. Liefde, vrijheid, scanderend met een enorme fakkel in zijn handen. Nou, als ik dit zie, eh, dan denk ik hier is een, uh, iemand bezig met een protest Democratie. protestactie. Ja. Uh, en dan komt er een ander filmpje. En. Uh, dan zie je Max van den D. in een geel shirt. En hij vertelt dat als hij komt vast te zitten. Uh, dan moet dat maar, maar we pikken niet dat onze demonstraties worden tegengewerkt. Ik heb al stapels uh, boetes. Boetes, het boeit me niet. Um, ook daaruit uh, blijkt. dat zijn intentie is om daar te doen. Zij zijn, een daar aan het, de, zijn daar bezig te, uh, te demonstreren. Ja. Huh? En. Um, Max van den B is ervan overtuigd dat door de vaccins mensen juist sneller ziek worden. Er is een massamoord gaande. Ik noem dat de Derde Wereldoorlog. Het is bewust allemaal gestructureerde hogere machten. Dat moet gestopt worden en daar zet ik mij voor in. Nou, allemaal uitlatingen ja. die wijzen op een protestactie. Ja. Uh, Gerbrandy was de advocaat en hij zegt ook: hè, we hebben hier te maken met, met protest. protest. Ze worden verdacht van twee strafbare feiten. Dat is namelijk bedreiging van minister Kaag... door met een fakkel te zwaaien en ja. dreigende teksten te roepen... als NSB, weg ermee en stop de ja. massamoord. En dat te ja. veel mensen te publiceren. Ja, ik zie niet hoe dat een bedreiging is. Nee. Want die fakkel... Is duidelijk uh, onderdeel van. Om On de zijn... aandacht te trekken, eigenlijk? Hey, we hebben fakkeltochten ook, ja. he, als protestacties. En een uh, fakkel, en hij zegt zelf: zegt hij dat komen zo ook nog, geloof ik op. Dat hij zegt: ik kom het licht uh, brengen, licht op schijnen. Oh ja, 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 hey, ja, ik kom het licht brengen, ik kom het vuur brengen. Uh, uit niets blijkt dat hij een voornemen heeft om Kaag iets aan te doen... of het huis van haar iets aan te doen. Uit niets. Het zou ook niet handig zijn als je de boel dan gaat filmen. Nee, je hebt er een slaggever erbij. Ja. Ja. Heeft, die, en NSB weg ermee. Ja. Uh, Zo'n gekke opmerking is dat niet. Als jij uitgaat van uh, zijn overtuiging... Ja. dat Kaag onderdeel uitmaakt van uh, de, die groep... Een waar ja. een landsverraad pleegt zij voor, in zijn uh, visie... en ik denk ja. dat hij daar een goed punt heeft... Dat denk ik uh, ook. Dus dat jij dan daar gaat protesteren tegen haar, ik, ik zie niet hoe dat illegaal is. Nee. Nee, en uh, er stond toch er ook ergens in, de Venice, uh, in het rapport van de Venice Commission dat je, um, als jij je inhoud duidelijk wilt maken, moet dat ook kunnen op een plek waar dat dan voor de hand ligt, waar dat logisch is. Ja, ik laat is. dat zo nog zien waar dat uh, staat. Ja. De advocaat zegt ook, het is uh, staat Max uh, van den B vrij om een, uh, om een mening in het openbaar te uiten. Het gaat niet om de vraag of er sprake is van een aantasting van de privacy. Er uh, was ongeacht de gevoelens van Kaag geen sprake van een ja. dreiging. Want of jij uh, je bedreigd voelt, speelt is, daar geen rol. speelt geen rol bij. Het gaat om de intenties van degene ja. die jou bedreigt. Um, nou, een andere tweet. Max had een plan. Ik had mij, uh, hij had mij wel verteld uh, dat we door de straat van mevrouw Kaag zouden lopen. Ik zag daar niks strafbaars in. Nou, daar is ook hmm. helemaal niks strafbaars ja. in. Ik wist dat er een fakkel was. Ik wist niet dat ze die aanstaken, want ik was al verderop in de straat. Nou, dat vind ik niet zo belangrijk verder. Nee. Maar je mag met een fakkel uh, gaan demonstreren. Er zijn elke avond uh, lichtjes tochten. Ja, en al, al ga je met duizend man voor dat huis demonstreren, zij is iemand die. Uh, die verantwoordelijk is voor een beleid wat heel veel mensen kwaad schaat, doet, heeft, heel veel ja. mensen schaadt. Dan lijkt mij dat een van de plekken waarvan je denkt, nou, daar moeten ze maar eens gaan demonstreren. Mm -hmm. Het moet natuurlijk vreedzaam gebeuren, maar bij een demonstratie hoort ook het roepen van leuzes. Dat is mm -hmm. onderdeel van demonstreren. Ja. En dat wordt hier ook een beetje aan hem verweten. Dus hele normale in de uitoefening van je grondrechten. Normale uitingen die worden hier weggezet als bedreigingen. Ja, en alles wordt omgedraaid hè? Nou ja, hier, hier wordt hem ook verweten dat van het de het rechter die verwijt heeft. hem ja. dat jij het over tribunalen hebt. En dat draagt bij aan polarisatie en een ondemocratisch gedachtegoed. Ja. Maar het is ten eerste helemaal niet aan die rechter om daar een oordeel over te nee, hebben. Nee, en ik denk juist dat je, zou, dat je daar niet, blij officieel. mee zou moeten zijn. Want dat betekent dat je dus uh, zegt we nemen niet het recht in eigen hand. Ja. Wij zorgen ervoor. Er, er komt een rechtbank die zich hier straks over gaat uitlaten, waar, alles, hè, waar je ja. ook nog kans hebt om jezelf te verdedigen. En het is ook logisch dat je dat zegt, want je ziet de rechtspraak werkt niet. Kijk hier, die ja. rechtspraak die veroordeelt mensen die demonstreren tegen de afbraak van, Precies, de, van, de, van de rechtsstaat. De, van de rechtsstaat. Ja. En jij wordt vervolgd ja. als ondemocratisch. <laughs> ja? Ja. En tegenstanders worden weggezet als vijanden tegen wie geweld mag worden gebruikt. Nou, dat zie ik nergens. Nee. Waar, waar blijkt dat uit? Is het dreigen van een tribunaal? Is dat eh, wegzetten als dat je geweld mag gebruiken? Volgens mij is een tribunaal, als je daarna verwijst en je zet, stelt aan het vooruitzicht, laat juist zien dat, dat jij je geen wilt, geweld wilt. Dat je geen geweld wilt. Ja, dat exact. je wilt die mensen berechten voor wat ze gedaan ja. hebben. Dus als jij uitgaat van deze uh, gedachte uh, van, uh, van Max, ja. was het een hele legitieme actie. Mm -hmm. uh, kijk, en als hij daar iedere dag zou staan en Kaag zou er last van hebben, dan kan ze naar de rechter gaan en ja. bijvoorbeeld een straatverbod eisen. Ja. Hij zit mij te stolken. Een ja. demonstreren zou stolken kunnen zijn op een gegeven moment. Ja. Dan kan dat. Maar je gaat natuurlijk niet iemand. mijn... Mee... Een eenmalige actie. En dan niet zes maanden iemand opsluiten. Want ja. hij heeft zes maanden gehad. Ja, dat vond ik ongelooflijk. En ja. 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 Ja, dan de vraag. Hè, een protestactie voor de woonadres van Kaag. Nogmaals, Kaag woont in een kantoorpand. Dat is ook al gek, ja. ja. Even voor de duiken. We weten niet van wie dat pand nee. is. Nou, we hebben wel onze vermoedens. Onze vermoeden. Maar we uh, wacht nog altijd op mensen die bewijs daarvoor leveren. Hmm. Want we komen niet uh, in de gegevens van het kadaster. Um, maar... Um, ja, hij is dus door, met snelrecht door de politierechter veroordeeld. Dat is ook een kenmerk, wat, dat eh, ja. overigens, wat ik net niet echt benoemd heb bij het Nationaal-Socialistische Rechtspraak. Daar ging, hebben ze ook op een gegeven moment een rechtbank ingericht. Juist voor dit soort zaken. Dat allemaal met snelrecht werden afgehandeld. Ik denk dat dat echt belangrijk is ook voor de mensen thuis. Hè? Dus dat ze daar niet mee instemmen als Nooit. ze in zo'n situatie terechtkomen. Uh, dat kan je alleen maar schaden. Het is heel verleidelijk. Want je denkt, nou, snel recht. En dit, ik heb niks gedaan. Waar gaat het over? Dus ja. ik ben zo weer thuis. Doe het niet. Ja. Uh, jij wil gewoon een normaal proces. waar ja. je en mevrouw Kaag uh, kan horen als getuige. De, Rechercheurs die de aangifte hebben opgenomen, hoe is dat gegaan? Noem ja. maar op, allemaal vragen Ze zijn helemaal niet aan bod gekomen. Want je hebt helemaal geen tijd gehad om die zaak verder voor te bereiden. Ja. Is er wel een hoger beroep al aangekondigd? Ja, die is inmiddels aangekondigd. Okay. Ja, en de vraag: uh, mag ik voor de deur van Kaag uh, demonstreren? Mm -hmm. uh, ik heb hier een heel klein uitzneetje uit uh, van het rapport van de Ombudsman. Wat was het? Uh, schurend... Iets met schurend grondrecht. Maar schurend ik grondrecht een, gaat over uh... demonstraties, uh, recht van demonstratie in Den Haag. Dus uh, van jaren geleden heeft hij over geschreven. Ja. En uh, hij zegt ja, met een demonst demonstratie uh, wordt beoogd de aandacht te trekken van het aanwezige publiek en van bijvoorbeeld volksvertegenwoordigers. Ja. Als ook de media over berichten, dan wordt zelfs een nog groter publiek bereikt. Dus dat is wat Max deed. Ja. Hij probeerde haar aandacht te krijgen en hij had media erbij om dat ook wereldkundig te ja. maken. Niks strafbaars in. En dat is allemaal geconstrueerd alsof dat iets strafbaars ja. zou zijn. Ik moet opeens ook weer denken, hoe zat dat nou ook weer met die, die pannen? Ze gingen op een gegeven moment met um, pollepels op pannen slaan bij het torentje. Ja. Daar was toch ook dat wat mee dat dat niet uh, meer mocht of zo, weet ik het. Dat, dat weet ik, maar goed, niks mag dit. Nee, ja, nee. dus je kan gewoon <laughs> gelijk hebben. <Ja. laughs> dat was ja. ook zoiets idioots. Ja. 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 Nou, ik heb even uh, nog een keer de, uh, de, de Venice Commission, uh, die hebben guidelines opgesteld on de Freedom of Peaceful Assembly. Nou, is het zo dat deze regels. Uh, zijn dus voor, uh, niet voor eenmans acties. Want ik zie die actie van Max als een eenmans actie die zich laat filmen. He, dat, ja. dat is volgens mij een eenmans protestactie. Maar een hele hoop beginselen die, die gelden natuurlijk ook daarvoor. Ja. Uh, het begint er al mee uh, dat je zelf uh, het recht hebt om de manier waarop je demonstreert te kiezen. En uh, Volgens de vaste jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van het Mens omvat het recht op vrijheid van demonstratie, assembly, is, uh, mm -hmm. samenkomst. Ja, want wij hebben een, in de grondwet recht op betoging, daar hebben we apart, uh, een apart artikel voor. Ja. In het EVRM, in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, is het een uh, combinatie van vrijheid van uh, meningsuiting en de vrijheid van vereniging. Ja. Maar als je niet uh, in vereniging bent, dan heb je nog steeds vrijheid van meningsuiting. Ja, dus zo'n één mens protest kan daaronder vallen. Het voordeel is zelfs dat je geen kennisgeving hoeft te doen. Nee, je, hoeft dan, je bent dan vrijgesteld van een kennisgeving inderdaad. Uh, maar het recht om te demonstreren omvat ook het recht om je plek te kiezen. En ook op de manier waarop je dat doet. Dus als jij besluit om dan met een fakkel voor iemand's deur te gaan staan en aan mm. te roepen, dan is dat jouw recht. Ja. Dan maak je gewoon recht van je recht op demonstratie. Um, politie en de overheid moeten dat faciliteren. Als ja. jij zegt: Ik ben hier aan het demonstreren, dan moeten ze dat respecteren. En dat het betekent ook dat ze dat moet, moeten faciliteren op de plek die jij gekozen hebt. Mm -hmm. uh, en het moet in de buurt van het uh, doelwit van jou zijn die aan wie, ja. uh, van wie jij de aandacht wilt trekken. Dus als je het is. Helemaal niet raar gedacht om voor het huis van Kaag te gaan staan. Nee. En dat, dat, dat is ook wereldwijd hoor. In, in Amerika gebeurt dat ook, dat ze voor het huis van de gouverneur met duizenden mensen staan. En dan ook in andere landen. Kijk, dat kunnen ze wel vervelend vinden. En ik snap ja. ook dat ze dat vervelend vinden. Maar als jij pretendeert in een rechtsstaat te leven, dan moet je het accepteren. Precies. Want een rechtsstaat en een democratische rechtsstaat, betekent ook dat daar dingen aan zitten. Die niet voor iedereen altijd even leuk uh, ja. zijn. Maar dan zou ik zeggen... En uh, uh, één iemand voor je deur lijkt mij toch een stuk minder eng dan... Uh, wat is het? 50.000 Canadese uh, truckers. Als jij <laughs> die positie kiest ja. om minister te worden... Ja. dan moet je ook accepteren ja. dat je af en toe mensen hebt... die komen zeggen van ja, waar ben jij nou mee bezig? En helemaal als je natuurlijk kaag bent. Want dan mm. vraag je dan natuurlijk eigenlijk om. Hè. Ja. Ja. Um, en, en nogmaals, dus de locatie van uh, de demonstraties. Uh, dat is dus. Uh, hier staat een hele opzomming, maar eigenlijk mag je overal demonstreren, behalve op uh, privéterrein van anderen. Je hebt niet het ja. recht om zomaar een privéterrein van anderen op te gaan. Op je eigen terrein mag dat natuurlijk wel. En verder, helemaal in het publieke uh, mag je overal demonstreren. En daar mogen natuurlijk wel wat beperkingen aangesteld worden, maar die zijn heel strikt in de wet geregeld. En die moeten ook heel beperkt uitgelegd ja. worden. Ja, want anders is het hele demonstratierecht een wassen neus. Ja. En daar komt nog iets anders bij. Kijk, Max had al niet veroordeeld mogen worden. Ja. Hè? Want hij was een demonstrant. En hij kwam daar niet om daar te bedreigen. Maar Eline is nog een keer een ander verhaal. Want zij was daar als verslaggeefster voor Onrecht TV. Ja. Hè? En of jij nou uh, uh, dat een goede zender vindt... of je vindt dat dat uh, prof niet professioneel of wel professioneel is... je mag er van alles van vinden, maar jouw mening is helemaal niet belangrijk. Het enige wat belangrijk is, is vast te stellen... zij is een verslaggeefster. Ja. En dat blijkt ook uit haar verklaringen. Um, zij vertelde de politie dat het een lichtjesoptocht zou gaan worden... en dat ze door de straat van Kaag zouden gaan... en zij zou live verslag daarvan gaan doen. Ja. Ja. Dus dan val je ook gewoon onder de persvrijheid en dergelijke. Ja, absoluut. Ja. En eh, ze laten dan ook weer een, uh, een filmpje zien daar in die rechtszaal. Het is, uh, we zien schokkere, uh, schokkere beelden die tijdens het lopen in de donkere straat zijn gemaakt. En dan zegt zij inderdaad een hele goede avond vanuit Den Haag. En. Uh, ze zegt, er zijn, zijn niet veel mensen, maar we hebben wel een bijzondere fakkel meegenomen. Uh, alles blijkt, zij is aan het verslag leggen mm. en het is een protestactie. Kunnen we die filmpjes nog ergens vinden? Uh, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat ze nog wel te vinden zijn. Tenminste. Eline oh, no, no. zegt uh, volgens in de rechtszaal, ja, ik sta niet achter de woorden van Max. Nou, of ze dat wel staat of niet, is op zich niet zo belangrijk. Mm -hmm. Want zij is daar als verslaggeefster. Ja. En zij doet verslag. En zij zegt het heel juist. Uh, het doet er ook niet toe of ze het eens is met zijn woorden. Precies. Het is een hele rare vraag ook van die rechter. Ja. Van uh, ja, je moet, uh, jij bent het dan mee eens met wat hij zegt. En uh, die discussie had helemaal niet gevoerd mogen worden. Ja, dan zouden we ook nooit meer uh, überhaupt enig politiek verslag kunnen filmen van de Tweede Kamer. Want dan zit er dus altijd ja, een eentje met wie je ja. het wel eens bent, en ja. een eentje met wie ja. je het niet eens bent. En ze, eh, het gaat nog verder, want ze zegt, Eline filmde alle acties. Dat vastleggen was een heel belangrijk onderdeel van de acties. En dan zie je, ja. dat is onlosmakelijk van met elkaar, elkaar verbonden. verbonden. Verslaglegging, publiciteit zoeken ja. en protestacties. Want als je protesteert, wil je zoveel mogelijk mensen bereiken. Ja. En de rechter zegt, of de, dat is, of de officier van justitie de rechter heeft dat overgenomen, dat zijn aanwijzingen voor een nauwe en bewuste samenwerking. Ja, eh, hoewel Eline eh, niet verantwoordelijk is voor alles wat Max van den B doet. Ja, dit gaat echt maar heel ver. Maar hoe wordt dit bedoeld, als dat zij medepleger of iets? Zij er is erg... medepleger. Zij wordt als medepleger. Zij wordt als medepleger is ze aangemerkt. Dus oh. daar is ook voor veroordeeld. Het is toch te zot voor woorden. Hm. Dat is de modus operandi van Onrecht TV. Dus die rechter weet ook nog een keer: het gaat over een soort uh, kanaal, wat hè, Onrecht TV heet, waar, uh, heel veel, waar zij dus regelmatig verslag voeren. Dus ja. die rechter wist het en die officier ook. Ja. En toch hebben ze gewoon gezegd: nou, jij bent daar gewoon om uh, als mededaters. Ja. Um, het valt. Aan. Nou, ik denk dat heel veel journalisten blij zijn met deze uitspraak. Die zijn dus zometeen allemaal uh, de Sjaak. Uh, ja. Ik vind het heel gevaarlijk. De, dit, dit maakt dus dat gewoon journalisten eigenlijk niet meer veilig zijn om hun werk te doen. Nee, en maar zelf hebben ze dan een grote mond over de veiligheid van journalisten. Maar ja. je ziet, als jij nu een, een, een actievoerder filmt die niet past in het straatje van het regime, dan word je zelf oordeel. Als medepleger ga jij de gevangenis in. He, dat, ja. dat is waar wij dus nu zitten. Ja. He, dat zijn dingen. Het um, is dus ondenkbaar in een uh, engel. Nou, we hebben on, 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 ons, uh, ons regime heeft altijd de mond vol over Rusland. Hè, want ja. daar stoppen ze journalisten in de gevangenis. Nou, hier gebeurt dat dus precies zo. Ja. En op dezelfde manier, precies ja. dezelfde manier. Ja. Je zegt, het valt daar aan te rekenen dat zij geen verantwoordelijkheid neemt. En van een B in feite voor de bus neemt. Waarom moet zij daar verantwoordelijkheid voor nemen? Zij is daar om een protestactie te, te filmen. filmen en daar verslag van te doen. Uh, nog een filmpje, ze vertelt uh, dat uh, Max in een uh, voorarrest blijft zitten, dat de rechter niet echt begripvol was dat Max een verzetsheld is. Ze heeft het uh, steeds over we, maar zegt hier dat het haar vooral om kijkcijfers gaat. Nou, dat laat ook zien dat ze verslaggeefster is. Ja. Want daar, daar, doe je het voor. Over kijkcijfers. daar doe je het voor, ja. je doet het voor kijkcijfers. Ja. En dan is zij nog bescheiden, want als je kijkt naar de mainstream media, wat die allemaal doen voor kijkcijfers. Ja. Ja, die, die, die doen alles voor kijkcijfers. Ja. Ook in dit geval is de rol van Eline, volgens de officier van justitie, net zo groot als die van Max van den B. Ondanks dat de portier ze vraagt te stoppen met filmen, gaat ze door. Met de publicatie van het filmpje werd het dreigement voortgezet. Dus het filmen van die protestactie. Ja. Eh, wordt nu weggezet als een dreigement. En dat dreigement, eh, dat publiceren, is ook onderdeel van het dreigement. Eh, dit is, dit bedoel ik met, als ja. je het vergelijkt met Nationaal Socialisme, dat door in, het, eh, probeer maar, we, probeer het gewoon, we gaan gewoon we door. We gaan dit gaat wanneer, het onder het bereik brengen van een. Precies, bepaald, ja. Eh, en uiteindelijk, bilet. ja, nou, het, het zal best wel eens. laten we zeggen, het is gewoon bedreiging, ja, toch? Ja. Eh, maar dit is natuurlijk niet de manier waarop jij. Eh. dit is en, echt een grof schandaal. Bovendien, zij mag dit gewoon filmen. Ja, natuurlijk. Daar, daar komen ze ook nog ja. op want de, over de rol van verslaggevers. Ja. Uh, de officier van justitie zegt dat uh, Eline in feite Max uh, voor de bus gooit. Als u het eens bent met hem, kom er dan voor uit. Ik hoor haar toch zeggen: we moeten in verzet komen. We kijken weer naar het filmpje waarin Eline ook zegt: oog om oog, tand om tand. Uh, wat wil deze officier van haar? Ja. Uh, hey, uh, is het zo dat hij uh, probeert te zeggen van ja, als jij uh, verzet ondersteunt, uh, dat je dan strafbaar bent? Ik, ja. wil, ik, ik wil mensen herinneren, maar volgens mij was Het Parool was ook een verzetskrant. Hè? Waren dat geen journalisten die dat schreven? Ik, 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 vraag, ik gooi ja. me in de groep, hoor. Of ja. zal, zal ik het even gelijk aan die officier vragen? Was Perol uh, waren dat journalisten of waren dat uh, terroristen in uw ogen? Eh? Want mm. laten we toch met vergelijkingen bezig zijn... Moeten uh, we die vraag misschien maar even een keer stellen. Laten we die vraag stellen. maar even stellen. Ja. Kijk, en dan kijken we even naar journalisten... over de samenwerking tussen... Uh, ja. met journalisten. In Brussel... Stonden de journalisten te ja. wachten met helmen op en gasmaskers op, terwijl het een en al vreedzaam was. Ja. Er was niets, niets aan, de, aan hand. de hand. En ze staan, stonden rustig te wachten: van wanneer gaat het beginnen? Ja. Zij wisten dat het kwam. Ja. Maar wie werkt hier nu samen? Waarom zitten die journalisten dan niet bij de politie? de eh, rechter nu? En ik, ik ben er nog steeds van overtuigd dat er gewoon undercover-agenten daar hebben geprobeerd. Ja, nee, over tafel, dat te te staat vast. Escaleren. Tuurlijk, het stond van tevoren vast. Ja, de journalisten wisten moest... het. Ja. Die zaten te wachten, wanneer begint het te rellen? Ja. Ja, ze kregen <laughs> is... een seintje. Ja, begin maar vast met filmen, want het ja, gaat nu beginnen. Het is toch erg? En dan ga je Eline verwijten ja. dat zij uh, hem filmt, maar dit is allemaal maar toegestaan ja. dan? Ja. Ik, ik, ik... Nou, dat is ook nog een goeie. Dat was, dat was voor mij toch wel een eye-opener hoor. Dat was toen in die periode met de Hofvijver dat daar toen ook een um... op een gegeven moment zo'n busje met Romeo's komt aanrijden. En er zitten gewoon allemaal vreedzame mensen op de grond, waaronder ook bejaarden. En, die zitten gewoon, en sommige mensen zitten gewoon in een soort van zit. En het is allemaal heel gemoedelijk. In één keer komt dat busje aanrijden. Die deur klapt open. Je ziet vijf, zes van die Romeo's eruit springen. Die beginnen ja, te knuppelen op, te knuppelen op ja. die oude mensen. Nou, het is dus niet zo gek dat de andere mensen die dat zien gebeuren, die schrikken zo erg dat die ook in een nou ja, hevige... Uh, uh, gemoedstoestand terechtkomen. En dan vervolgens die mensen gaan helpen. En dus die, ook die, die, die Romeo's weer proberen terug te duwen dat busje in. Die duiken ook terug. Die stappen weer in. En dan gaat natuurlijk die, die deur wordt dichtgetrokken. En dan zie je mensen op dat busje slaan. En dat is het enige moment wat de NOS uitzendt. Ja, nou, als de NOS en niet er dat is, dan je, uh, hey, en vooral uh, let op of dat ze een helm op hebben. Dan ja. weet je, ook al is het uh, alleen maar uh, hartjesballonnetjes en uh, hartjesparapultjes. Ja. Uh, dan weet je, er gaat iets gebeuren. Ja, dan gaat iets Gebeuren hè? als we het hebben over uh, journalisten. Ja. Um, maar hoe is dat nou geregeld uh, volgens uh, de Raad van Europa en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens? Um, dat is de. Even kijken, de, voor de vrijheid van de media. Want waar hebben we het dan over? Heb je, moet je media zijn als je een perskaart hebt? Of uh, wanneer ben je nou media? Nou, de uh, de OVSE-vertegenwoordiger, uh, bijvoorbeeld die zegt uh, voor de vrijheid van de media, heeft opgemerkt dat onbevangen berichtgeving over demonstraties evenzeer deel uitmaakt van het recht op demonstratie als de demonstraties mm -hmm. zelf. Uh, de uitoefening van uh, het recht op vrije meningsuiting zijn. Dus die verslaggeving die is onlosmakelijk verbonden uh, van het recht op demonstraties. Mm -hmm. en dit komt uit deze um, opmerking uit het weer het Venice, uh, de guidelines ja. van de Venice. Commission. Ik zal een linkje ja? aanhechten. En daar staat ook in. De politie mag verslaggevers niet onderwerpen aan willekeurige arrestatie of onwettige detentie. in verband met de verslaggeving van een demonstratie. En wat zien we nou deze rechter ja. doen? Wat zien we deze officier van justitie doen? Exact dit. Hij zegt: jij bent strafbaar, want jij hebt het gefilmd. Ja. Terwijl het heel duidelijk een protestactie is. En ze heeft gewoon vier maanden gevangenisstraf gekregen. Ja. Dat is in strijd met het Europese verdrag voor de rechten van de mens. Ja. en met de jurisprudentie van het Europese Hof. Ja. En dan wie is dan een, uh, een verslaggever? Wie moet je daaronder verstaan? Nou, dat is tegenwoordig niet meer alleen maar mainstream media. Maar wat staat er nou in, uh, in het, uh, de guidelines? Tegenwoordig is de productie en distributie van nieuws gedemocratiseerd. Mm -hmm. Omdat technologie het voor een verscheidenheid uh, aan mensen en organisaties... mogelijk heeft gemaakt om een journalistieke rol te spelen. Ja. Het respect voor en de bescherming van journalisten moet daarom niet beperkt blijven tot degene die formeel als journalist worden erkend, maar moet betrekking hebben op uh, gemeenschapsmediawerkers en burgerjournalisten en anderen die mogelijk nieuwe media gebruiken als een middel om het publiek te bereiken. Dat betekent, Eline ja, heeft volgens onder. het Europese Hof voor de Rechten van de, Recht de Mens, heeft zij de bescherming van een journalist. Ja. En uh, dit had ook uitgebreid uh, besproken moeten worden. Ja. Uh, zij is, nou goed, ik kan het alleen maar halen. Zij heeft gewoon vier maanden van, ja, voor niks gekregen. Dat is ja. echt erg. Dan gaan we naar het oprekken van de delictsomschrijving. Waar we net ook al een beetje over gehad. Want wat is nou eigenlijk een, een bedreiging? Ja. Dat is artikel 285 uh, strafrecht. En een bedreiging is alleen strafbaars... Als eh, met een van de in dat artikel opgezonde misdrijven wordt gedreigd. Bijvoorbeeld misdrijven tegen het leven, verkrachting. maar ook eh, brandstichting. Ja. Um, maar kijk, je moet wel kunnen zien dat het de intentie is van iemand om ja. brand te gaan stichten. Nou, en hij en zou natuurlijk nooit hij, op film brand, alleen, brand gaan stichten. Niet alleen dat, <laughs> hij heeft het ook helemaal niet gezegd. Nee. Hij heeft niet gezegd: ik ga je huis nee. in de fik steken. Hij en... zegt: ik kom mijn licht brengen. Precies. En ik wil met je spreken. Ja. Ik, nergens is te horen geweest. Eh, ik ga je huis, huis in de, in de fixteek. Fixteek of ja? wat dan ook. Ja. En de bedreiging moet ook duidelijk en concreet zijn. Ja. En daarnaast dient de bedreiging eh, van een zodanige aard te zijn en onder zodanige omstandigheden te gebeuren dat bij het slachtoffer de redelijke vrees kon ontstaan dat het feit waarmee wordt gedreigd eh, zou kunnen worden gepleegd. Mm -hmm. Dat is het criterium. Dus het, is, eh, je, je moet ook nog, het, het moet ook nog zo geuit worden dat de ander denkt... oh, uh, hij gaat het misschien wel echt doen. Mm -hmm. hè, dit is, uh... Nou, dat is geen seconde het geval geweest. Uh, ja, dus dat, nog uit de jurisprudentie hoe dat dan in die uitspraken staat. Hè. Voor een veroordeling ter zaken van bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht... is onder meer vereist dat de bedreigde daadwerkelijk op de hoogte is geraakt van de bedreiging... En de bedreiging van dien aard is in zodanige omstandigheden, wat ik net al zei, ja. uh, dat de bedreigde uh, de, in redelijkheid de vrees kon ontstaan dat hij uh, leven zou kunnen verliezen. En dat het opzet van de verdachte daarop was gericht. Ja. Die opzet moet vastgesteld ja. worden. Nou, dit, dat kan uh, helemaal niet in deze zaak. Daar blijkt helemaal niets van. Als we een kijken, want wat deed hij met die fakkel? Ja. Nou, ik zie het als een grote verrijking dat iemand. Die fakkel had meegenomen. Ik zei: Wow, geweldig. Het was in het begin een heel heftig vuur. Dat hebben we nog kleiner gemaakt met een plasje water. Maar ik ja. vond het geweldig. Nou, uit niets blijkt van: we nemen fakkel mee, want dan ja. kunnen we namelijk haar huis in brand gaan steken. Ja. Kaag had geen enkele reden om zich bedreigd te voelen. Dat zei de advocaat ook. Dat er paniek was in huis is heel vervelend. Maar dat levert nog geen bedreiging op. Het is haar gedachte dat Van een Beda stond om haar te bedreigen. Ja. En, en dat is heel belangrijk. Uh, ook als je je bedreigd voelt, is dat niet doorslaggevend. Ja. Het gaat erom dat je het zo had mogen begrijpen... en dat ook die intentie bestond. Ja. En wat zegt de uh, officier? Uh, met vuur voor iemands deur staan is op, zelf, op zichzelf al bedreigend. Zeker als degene met de fakkel NSB weg ermee een massamoord noemt. Het was in de avond en het was donker. Mm -hmm. Maar dat zou dus betekenen dat die fakkeltochten, ja. waar ook geroepen wordt, weg met de regeringen, weg met Rutte en weg of met, weg met de QR. Ja, en dan met fakkels door de straten lopen, als het ook donker is. Die mensen die, uh, bedreigen dan iedereen door die straat die ze lopen. Wat, ja. wat zijn dit voor redeneringen? Ja. En dat bedoel ik. Het zijn allemaal redeneringen die gebruikt worden om het begrip, het delict. Op te rekken. te rekken, om mensen maar te kunnen veroordelen. Ja. Was er sprake van opzet op bedreiging? Niet als je uitgaat van wat Max vandaag zegt, vindt de rechter. Zijn gedrag was anders. Max stond te schreeuwen. Als je alleen wil praten, sta je niet te schreeuwen met een brandende fakkel in je handen. Ja, maar het was een protestactie ja. in de eerste plaats. Hè. Ja. En als je protesteert... Dan mag jij kiezen op wat voor manier jij communiceert. Ja. Je mag natuurlijk geen bedreigingen uit. Hij zegt niet: ik ga je verbranden en Nee, Maar wel weg met de NSB. Ja. Dat was wat hij gezegd heeft. En nog een aantal dingen die niet uh, als een dreiging opgevat mm. kunnen worden. Die je wel vervelend vindt, waarschijnlijk zeker. Ja. Als jij je schuldig maakt aan een uh, machtsgreep ja. of deelname daaraan. Maar uh, een bedreiging is daar niet. ...in te vinden. Zien. En dan vertelde Kaag de politie... ...dat zij en haar gezin bang waren... ...dat de man brand wilde stichten in hun woning. We voelden ons echt angstig. Ik vond de situatie zeer intimiderend. Ja, dat ze dat intimiderend voelde... ...dat snap ik nogmaals. Zij is ten eerste minister. Ja. Dat betekent als je minister bent... ...moet je al een dikkere olifantenhuid hebben. hebben. En dan moet je een hogere acceptatiegraad hebben. Dat ten eerste... Want je weet als je minister wordt hogebomen. Je bomen, moet ook gewoon goed beleid voeren, doe je dat niet? Dat is natuurlijk een tweede. Hè? Dus het, het feit, als jij dingen doet die ja. niet mogen. en anderen spreken je daarop ja. aan op straat. Hè? staan met een fakkel en ze roepen: hé, hey, wat jij doet, dat mag niet. dan voelt het natuurlijk al snel bedreigend. Ja. Maar het ligt niet aan die mensen buiten, het ligt aan jou, want jij weet wat jij aan het doen bent. Ja. En dat even uh, terzijde. De politierechter heeft gelijk uitspraak gedaan. Ja, dat is ook al best wel gek, hè? Nou, hij had het uh, uitgebreid uh, daarover. Uh, dat zei die advocaat, er ja. kwam gewoon een blaadje. En dan denk ik weer aan die rechtersbrieven. Hè, ja. in, uh, bij de, de Nationale lag gewoon he. al klaar. Het lag al klaar. Dus ik vraag mij vaker af, ook in onze zaken, wie schrijft nou precies die vondst? Ja. Want volgens mij zijn het niet die rechters zelf. Hè, die... Nee, dat idee heb ik ook. Eh... Um, de rechter zegt: de actie had plaats in het donker. door meerdere mensen die Kaag niet kende. die dreigende leuzen riepen en een brandende fakkel vasthield. Nou, dat noemen wij een demonstratie, beste ja. Kaag. en beste politierechter. Het is misschien nog even wennen, zo'n ja. zo democratische rechtsstaat. Ja. waar allemaal mensen maar denken dat ze gewoon de straat op kunnen gaan. Ja. en hun mening uiten. Ja, we mo het moet toch niet gekker worden we in deze die, wereld? Uh, we hadden die avondklok er nooit af moeten halen, joh. Nee, precies. <laughs> Kaag kon wel degelijk vrezen voor brandstich. Jij kan voor alles vrezen. Maar als die mensen niet voor die deur staan met die intentie nee. en ook niet die intentie uiten, dan maakt het helemaal niet uit wat Kaag vreest. Ja. Ik denk dat Kaag nog wel een hele hoop meer dingen vreest. Ja. En maar dat betekent niet dat anderen daar uh, de ja. verantwoording voor dragen. Ja. En dan de strafmaat. Ja. De, de andere overeenkomsten. We hebben geen doodstraf in Nederland. Dus het, nee. je kunt niet vergelijken met de straffen die de rechters onder het nationaalsocialisme oplegden. Nog niet in ieder geval. Nee. Maar draconisch is het wel. En dat wil ik ook nog even gaan laten zien. Uh, ja, Max kreeg dus zes maanden en uh, Eline vier maanden. Er was ja. negen maanden geëist. Dat is absurd. Hè? Negen maanden. Ja. Alleen maar omdat je met een fakkel voor iemand deur staat en een protestactie houdt ja. en de ander heeft het gefilmd. Negen maanden eis. Ja. Dat zegt wat over deze officier van justitie hoor. Ik heb ja. zijn naam hier niet uh, bij. Maar... maar Eline krijgt uiteindelijk een lagere straf van Max, want die hield de fakkel vast en die uitte de bedreigingen. Ja en dan die bedreigingen. Ja. Maar wat zei die rechter daarbij? En dat vind ik heel belangrijk, want daar zie ik echt een hele duidelijke parallel met de geschiedenis en een politieke opvatting. Volgens he? de rechter was K geen willekeurig doelwit. Nee, dat heeft hij goed gezien. Natuurlijk ja. was hij geen willekeurig doelwit. Want zij is namelijk verantwoordelijk voor het beleid. Of ja. medeverantwoordelijk en medeverantwoordelijk voor Al deze de, ellende. de machtsgreep. Hè, zoals nee. de, uh, Max dat uh, zag. Ja. En daarom is hij naar haar huis gekomen. Dus dat was inderdaad geen toeval. En dat mag hij ook uitkiezen. Maar u moet haar hebben vanwege haar rol in de politiek. Ja, dat klopt. En vanwege haar idee waarmee je het niet eens bent, dat klopt ook ja. nog een keer. Want anders had ik daar niet gestaan. Ja. Had zij daar gewoon een normaal beleid gevoerd, had hij daar niet gestaan. Ja. Had hij niet hoeven protesteren. Precies. Hè? Maar dit is niet de manier. Dus de rechter gaat nu vertellen op wat voor manier jij jou ongenoeg moeten uiten, want ja. dat mensen zomaar gaan uh, protesteren ja, en zo, dat is niet de bedoeling. Dat kunnen we niet hebben. Hè? Nee. Als je niet eens bent met de ideeën van een politicus, dan stem je op iemand anders, of dan laat je je afkeuring op een vreedzame manier blijken. Nee, um, als jij niet eens bent met politicus, politicus, dan kan je inderdaad op iemand anders stemmen als dat zin zou hebben. Mm. Maar je kan natuurlijk ook de straat opgaan ja. en dan voor het huis van die politicus een eenmansactie organiseren ja. om de aandacht te vragen. Van, let op, ik ben niet eens met wat jij doet. Ja. Dat is heel legitiem in een, in een democratische ja. rechtsstaat. Dus hoe komt die rechter erbij om dit soort nonsens uit te kramen? Ik vind het echt ja. schandelijk. Hè? En dan komt het nog het ergste. De rechter die wilde met de straf een signaal aan anderen afgeven. Van let op, iedereen die het in zijn hoofd haalt om op te staan tegen, tegen dit de staat regime. of tegen dit regime. Die komt met mij die krijgt met mij te maken ja. en die gooi ik genadeloos maandenlang de bak in. Ja. Dat is wat hier staat. Ja, ontmoedigingsbeleid. En dan, en dan nog die opmerkingen. Uh, en wil een signaal afgeven aan diegenen die denken... dat er een strijd met de overheid moet worden gevoerd. Dat mag je denken, maar duidelijk moet zijn dat geweld en dreigen met geweld ontoelaatbaar is. Nou, er is, niet, er is uh, maar... Zullen we even beginnen met, waar, wel, met wat voor geweld uh, de overheid dreigt? Met mensen tegen hun zin inprikken en anders compleet ja. uitsluiten van de, de maatschappij? Maar los, maar er is geen geweld gepleegd. Nee. En er is ook niet gedreigd met nee. geweld. Is als iemand die roept: Ik wil met je praten. Eh, en eh, die staat dan met een fakkel. en, en eh, zit daar voor, kort daarvoor zit hij nog te roepen: van eh, eh, We komen li licht en liefde brengen. Eh, ja. Ja, hoe is dat te rijmen met de, dit soort uitspraken? Kijk, en dan gaan we naar de, de richtlijn. Wat staat er nou normaal gesproken op een bedreiging? Eh, ja. Wat mag een officier daarvoor volgens de richtlijnen eisen? Ja. Dat is een richtlijn uit 2019, die is nog helemaal niet oud dus. Dat noem je dan een aanwijzing op basis van artikel 130, lid 6, wet, eh, rechtelijke organisatie van de college van procureurs-generaal. 1 april 2019. Ja. Mm -hmm. Ik weet niet of dat als een grap bedoeld is. Oh, maar ik eh, zag dat niet eens. Dan staat daar bij eh, een first offender, en volgens ja. mij zijn ze allebei first offender. Zij zijn nog nooit eerder veroordeeld geweest. Dan staat er een strafeis op van 250 euro. Als je recidive bent, dan is dat 375. Mm -hmm. En meermaals uh, kun je tot 20 dagen onvoorwaardelijk krijgen. Ja. Dus dat maar, is een beetje de normale straf. Ja, maar wacht even. Er is nog ja. een strafverzwarende omstandigheid. omstandigheid. En dan kijken we daarna. Jegens ambtenaren of ambtenaren. Andere gezagsfunctionarissen of journalisten. Ja. Dan mag je een strafeis verhogen met 200%. Dus dat betekent die 250 euro boete. Ja. Die kan je dan een strafeis maken van 750 euro. Ja. Natuurlijk op voorwaarde dat er sprake is van een strafbaar feit. Hè. Dat, dat, dat even los. Ja, los en of we hier wel met een gezagsdrager te maken hebben. Want we hebben hier natuurlijk met oorlogsmisdaden. Ja, maar goed. Dat, dat heeft, <laughs> formeel formeel, is formeel hij, gezien is zij een gezagsdrager. Ja. Um, dan uh, is een, een eis van 750 gerechtvaardigd en dan is het natuurlijk waanzinnig om negen maanden te gaan eisen. Ja. Wat zei die advocaat? Er komt een nieuwe richtlijn aan. Dus net als onder, uh -oh. een, net als onder het nationaalsocialisme, ja. die straffen worden enorm opgetrekken ja. van politieke misdrijven, zullen we het maar even noemen. Van ja. mensen die, uh, die verzet bieden. Ja. Dus. Of politieke misstanden aan de kaart willen stellen. Dus ik ben heel benieuwd. En hij mee. loopt vast vooruit op die nieuwe richting. Oh ja. Dus dat betekent, als jij gaat demonstreren bij een minister of zo, dan ga je, ga je, wat, wat dan, ga je jarenlang de gevangenis in. In ja. wat voor land zijn we dan beland? Ja. Hey? En <coughs> dan is er nog iets anders opvallends aan deze zaak. Um, er is e Eline en Max, die um, hielden zich ook bezig met. Demming, een ja. andere die uh, kindermisbruik-schandalen. Uh, eh, ja, de Demming-doofpot, het rolodex Dus onderzoek. zij hebben het daar. En wat mij opvalt is: uh, we hebben een hele hoop uh, politieke veroordelingen gezien de afgelopen tijd. En een hele hoop van die mensen zijn, houden zich bezig met Demming en met kindermisbruik. En uh, met anderen uh, van Dissel en wie ze dan ook allemaal ja. daarbij betrekken. Kijk, ik noem al een paar. Mischa Kat, die zit al heel lang vast. Maar ook Haag Plug, hield zich daarmee bezig. Ja. Die heeft ook uh, wekenlang vastgezeten. Zijn huis hebben ze afgepakt. Nou, en Yvonne Kuls had onlangs nog een heel goed artikel... in de Volkskrant hierover, hè, over alle Haagse misstanden. Als ja, je dat ik, toen ja, gelezen ja, hebt. Nee. Ja. Dat zou ik ook nog wel aan ja, Maar goed, deze mensen die zijn dus daarmee bezig. En uh, Wouter Raadgever, Hans Meijer, Joost Knevel, Tine Koops Eldor van Vegle en nog een hele hoop anderen. Het is niet compleet, maar ik, ik noem er even mm -hmm. een aantal. Want waarom haal ik dit aan? <coughs> dat kwam ook te sprake, uh, dat werd hun verweten. De bedreiging van ex-topambtenaar uh, Demming staat vast. Ook, al kwam niet rechtstreeks, maar via de portier van de sociëteit, zegt de officier van justitie. Ja, ook hier, Max in zijn mening. En dat ja. mag hij. Want ik meen dat jij een artikel. Ja, uit dat artikel. Ja, dat, ja, ik weet dat een keer Demming heeft geprocedeerd tegen. Ik dacht dat het het AD was. Ik weet het niet meer zeker. Het was een van de dat Ja, Hij wilde geschreven een rectificatie, ja. of dat er in elk geval een verbod over dat er bepaalde dingen werden beschreven. En uh, uh, vervolgens is dat ver, die vordering tot rectificatie die is afgewezen. Uh, dus het AD heeft eigenlijk gewonnen. En er dus dus, is eigenlijk gezegd, die onderzoeksjournalisten hebben hun dus werk gedaan. is duidelijk onderzoek. Dat en er gedaan. zijn voldoende aanwijzingen ja. om het En om ik denk ook als uit. mensen zelf onderzoek gaan doen naar de Demming doofpot en dus zoeken op RoloDex, dat ze een heel eind komen. Ja, Max van den B ontkent dat hij Demming bedreigde. Uh, hij zegt dat hij alleen zijn mening heeft gegeven dat pedo's de doodstraf horen te krijgen. Nou, dat, dat, dat mag ook. Je mag, mag, vinden. Vinden. mag dat vinden. We, hebben, we kennen de doodstraf inderdaad niet. Uh, maar je mag vinden dat die er had moeten zijn. Daar kan je iemand niet voor bestraffen. Nee. Dan zegt de officier van justitie. Even voor de duidelijkheid. Demming heeft geen kinderenmisbruik. Kijk, dat vind ik een hele rare opmerking ja. van een officier. Want hij kan hoogstens zeggen. Demming is niet veroordeeld voor kindermisbruik. Precies. Dat mag hij zeggen. Ja. Maar hij kan niet weten... Ja, ik weet niet of hij, uh, hoe goed hij hem kent. Maar hij kan niet zeggen. Demming heeft geen kinderenmisbruik. Dat vind ik echt heel absurd dat dit in een rechtszaak gezegd wordt. Mm -hmm. En um, uit zijn gedrag bleek duidelijk dat Max van den B. het stadium van een vreedzaam gesprek voorbij was, zegt de rechter. Ook wat Max van den B. zei over Demming kwam bedreigend over. Dus als Max roept: eh, ik pedo's moeten de doodstraf krijgen. dan vindt hij dat een bedreiging. Terwijl een doodstraf wordt volgens mij altijd nog uitgesproken door een rechter. Ja. En niet door mensen op straat. Dus hoe ver is dat dan een bedreiging? Ja. Ik weet het niet. Uh, Max wilde de Demming waarschuwen. Schuwen. Hij zou al uh, inschikken, anders zou de doodstraf volgen. We kennen de doodstraf niet, zegt de rechter, die de uitlatingen wel degelijk bedreigend vindt. Ja, ik, dat is een, kijk, het is een kwestie van. Uh, uh, je kan er van alles van vinden, je hoeft het niet met elkaar eens te hmm. zijn. Je mag dingen die anderen zeggen, mag je schokkend vinden. Hmm. Maar zolang de strafrechtelijke lijn niet overschreden is, heb je daar als rechter en officier helemaal niets te ja. van te vinden. Kijk, dit gaat meer over gedrag, een ongewenst gedrag, hmm. dan dat het over strafbare feiten ja. gaat. Eens. En, en ze hebben dan nog een contactverbod. Bod gekregen met Kaag en Demmek en andere leden van het kabinet en van Dissel. Dus uh, dan komen we bij de conclusie. Uh, wat mijn, Naar mijn mening is er geen sprake nee. geweest van een bedreiging. Het was gewoon een protestactie en het ja. was daarmee toegelaten. We uh, we uh, we uh, volgens de wet mag je protesteren en heb je daar ook vrijheid toe. Volgens om... de wet wel, maar <coughs> uh, volgens de rechter kennelijk niet meer. Eline had nooit Zullen ook nooit veroordeeld mogen worden. Nee. Want zij was verslaggeefster. En dan ja. blijkt het alles. En nogmaals, dan mag je van vinden wat je wilt. Je mag haar een slechte verslaggeefster vinden. Ja. Noem maar op. Maar je mag. Maar ze is een, een journaliste, of in elk geval een burgerjournalist. Zat volgens het Europese recht niet vervolgd en ja. veroordeeld mogen worden. We zien dat de delictsomschrijvingen enorm opgerekt zijn. Ja. De straf is draconisch, draconisch in vergelijking met wat er normaal gesproken eh, volgens de richtlijnen voor staat. Ja. En door de hele duidelijke die die straf wordt gegeven als een waarschuwing voor iedereen die vindt dat je tegen de staat moet strijden. Mm -hmm. Dus naar mijn mening, ja. dit zijn politieke gevangenen ja. uh, en uh, ik vind het echt heel zorgwekkend. Dus ja. uh, Welke kant dit opgaat? Dus, uh, nou, ze gaan in hoge beroep ja. en het wordt ongetwijfeld vervolgd, maar we moeten hier de aandacht op blijven richten, want uh, de, uh, de grens wordt steeds verder opgerekt. Ja. En de volgende die straks aan de beurt zijn, dat zijn bijvoorbeeld wij. Ja. Huh? Ja, Ik bedoel, uh... je kan niks meer uitsluiten met zulke rechters en zulke officieren. Ja. Is, uh, is op een gegeven moment is niks meer te gek. Precies, nee, di en dit is het hellende vlak waar we het al zo Absoluut. lang over hebben. Absoluut. En dat gaat stapje voor stapje. En voor ja. je het weet zit je in een uh, samenleving ja, waar we nu al grotendeels in zitten, waar ja. je helemaal niet in wil of moet willen zitten. Precies, eens. Nou, Marie-Louise, dankjewel. Ja. Graag gedaan. En, en uh, tot uh, volgende week. Tot volgende week.